Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoeveel gram vlees zou een volwassen persoon maximaal moeten eten per week? 500 gram of 750 gram? Het advies is om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees, zoals rundvlees en varkensvlees. Een halve kilo dus. En dat is alles bij elkaar, je biefstukje bij het avondeten, maar ook de ham op je tosti en die plakjes salami tijdens de borrel. Bewerkt vlees, vleeswaren en vette vleessoorten staan niet in de schijf van 5. Te veel vlees eten brengt risico's voor de gezondheid met zich mee. Rood en bewerkt vlees worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker. En ook rauw en verbrand vlees kunnen nadelig zijn voor je gezondheid. Kijk dus uit bij het barbecuen. Onbewerkt mager vlees, zoals kipfilet of magere runderlappen, staat wel in de schijf van 5. Bottom line, je hoeft niet per se vlees te eten. Dat kan je prima vervangen. Maar als je toch vlees eet, eet dan niet meer dan die 500 gram per week. Dat is ook beter voor de wereld. Voor al je eetvragen ga je naar voedingscentrum.nl. Beter weten, beter eten.